Vandaag in Mensenkennis kijken we hoe ver mensen gaan voor hun carrièrekans. Oh, heb je gekocht? Zo. Vraagt een 14-jarige jongen voorbijgangers om alcohol voor hem te kopen. Mijn moeder is dood. Denk daaraan. En testen we het geduld van kinderen. Nee, niet opeten. Dan krijgen jullie alle twee ook twee spekken. Welkom bij Mensenkennis. Een hilarische inkijk in het vreemde, bijzondere en grappige gedrag van mensen. Ik doe dat vanavond met twee goud-eerlijke gasten. Zij won Olympisch goud op haar snowboard, maar tegenwoordig slalomt ze als masseuse langs andermans spieren. En hij heeft ook een huis vol goud, alleen dan met platen. Een heel groot applaus voor Nicolien Sauerbrei en Nick Schilder. Ik had jou wel met je vlogcamera verwacht. Nee, dat is alleen backstage. Oh, backstage. Want je zit er helemaal in tegenwoordig, hè? Ja, we zijn nu een maandje of 3, 4 zijn we bezig, elke week. En je filmt bijna alles? Bijna, hè? Niet alles. Nee. Slaapkamerdeur blijft gesloten. Oh, dat zo. Badkamerdeur blijft gesloten. Maar voor de rest, alles te zien. Ja. Hey, en nu gingen jullie naar Mensenkennis vanavond. Dachten jullie toen, nou, ik ben daar wel goed in. Tot nu toe dacht ik dat wel redelijk, hè? Ja? Ja, maar... Hoe uitzicht dat dan? Ik weet niet of het Mensenkennis is of intuïtie. Maar ik... Het komt eigenlijk altijd wel goed. Maar je koppelt dat over het algemeen toch snel aan een eerste indruk bij iemand die dan vervolgens je ook niet teleurstelt, toch? Ja, ik vind mezelf soms een beetje naïef. Dus ik weet niet of ik een hele goede score ga neerzetten. Ik was laatst met mijn vrouw aan het shoppen. En toen zei ik, ik maakte een grapje en iemand moest heel hard lachen. Ik dacht, nou, weet je, goeie. En we liepen naar buiten. Nee, het was helemaal niet grappig wat je zei. Maar ze lacht alleen maar omdat jij Nick van Dikke Simon bent. Maar het is toch heerlijk om daarin te geloven? Ja, die illusie. Ja. Heel comfortabel is dat. Ja. Nou, ik krap er heel vaak nog steeds in. We gaan het zien zometeen hoe jouw mensenkennis is. Maar eerst wil ik natuurlijk even weten van Nicolien. Want wij kennen haar natuurlijk allemaal als die vrouw die dat goud pakt op die slalom van het snowboard. Hè? Dat is nog wel even een applausje waard, hoor. Ja. Ik vind sowieso dat als je ooit goud hebt gewonnen, dan ben je gewoon voor altijd een held. Nou, dat vind ik wel lief. Maar word je nog steeds zo benaderd en behandeld wel, toch? Wel, ik word nog wel dagelijks bedankt ook voor wat ik gebracht heb. Maar dat voel je niet zelf. Maar je bent nu masseuse. Ja. Hoe die switch? Nou, dat is best wel logisch, want ik heb zelf al de sportmasseur mee gehad. En ik wist hoe belangrijk het was om... Maar jij zit te hengelen naar een behandeling, of niet? Nou, ik zou best eventjes zometeen tussen de paar opnames door even een... Zullen we dat doen? Ja, is goed. Maar... Die heb ik binnen. Hey, niet om te veel af te dwalen, hoor, maar zo vaak krijg ik de kans niet om een masseuse te interviewen. ik word altijd het liefst gemasseerd door een man. Ja? Ja. Hoezo? Omdat ik gewoon dan ook niet die spanning heb. Oh ja. Snap je? Ja. Ja, het is gewoon even een persoonlijk dingetje. Maar je kan je overal aanhouden, hoor. Ja, nee, maar ik bedoel, hoe is dat nou? Als een man binnenkomt, die kleedt zich toch uit, best een beetje kwetsbaar. Die gaat dan... Is dat altijd zakelijk? Of als er nou echt een knoert van de gozer op die tafel ligt... ben je dan toch anders met die massage bezig? Nee. Hey, oké, is mensenkennis nu? Wat zegt zij? Wat zegt zij nu? Ja. Liegt ze nu? Nou, ik denk dat er een detector aan stond, ging hij af. Ja. Oké, jongens, ik ga jullie even uitleggen hoe wij gaan spelen vanavond. Jullie krijgen als beginkapitaal 25 punten. Bij ieder experiment of iedere test moeten jullie punten in gaan zetten. Minimaal 1 punt, maximaal 10 punten. Heb je het goed, komen de punten erbij. Heb je het fout, dan gaan de punten eraf. Dat snappen we, hè? Ja. Mooi, dan gaan we beginnen. Omdat het zo gezellig is en we het altijd gezellig willen houden... zeg ik Nick, even een chippy met een lekker dippie. Kijk. Ik moet hem even lekker pakken. Tomatensausje, hartstikke idee. Ik neem er ook eentje, hoor. Hartstikke warm. Ik neem zo, mijn zonder zaal. Goedemorgen. Wat is er? Ja, ik had hem zonder saus. Had je hem zonder saus? Ja. Oh, man. Is het scherp? Nou, ik wist al dat er iets mee was, weet je. Want anders zou je mij niet iets aanbieden. Nee. Jij vindt jezelf... Nee. Hij is bloedheet, hè? Hij is heel erg heet. Hij is bloedheet. Ja. Mooi. Nou, dit giftig hete spul is de basis voor onze eerste test. Gerry, Jeffrey en Cynthia doen vandaag auditie voor de hoofdrol in een commercial. Alleen is dit alles voor een niet bestaande saus. Is regisseur Dirk helemaal geen regisseur en zit deze cameraman ook in het complot? Dirk gaat het de deelnemers heel erg pittig maken. Dat wordt burn, baby, burn. Hoe eerlijk zijn deze beginnende acteurs over deze veel te hete saus? Hoeveel hebben ze over voor hun ultieme droom? Een hoofdrol in een reclamespot.
Dus wat ik met je ga doen. Dit is het flesje waar het om gaat. Je gaat hier staan, je pakt een chipje. Dip het zeg maar in die saus. Lekker klodder erop, weet je wel. En die eet je op. En dan zeg je, let op, limbo saus, maar ieder feestje pikant. En lachen en swingen, hè? Woehoe. Ja, proef hem maar. Limbo. Limbo saus. De vlammende variatiesaus. Maakt ieder feestje pikant. Zo. Zo, zegt dat wel, ja. Hier is iemand enorm uitgeschoten met de pepertjes. Oh. De telefoon gaat. Ik moet even de gang op. En nu Dirk weg is, kunnen de acteurs even losbranden over hoe lekker ze de saus vinden. Heet, man. Lekker? Nee. Zo aan de fik. Zo, het is echt vlammend. Ah. Zo dan. Komt wel binnen, toch? Ja, hij is echt vlammend. Maar daar gaat het om, hè? Oh, heb je geproefd? Zo. Zo, sorry, Jenny, dat ik even weg... Zo. Dat was de opdrachtgever, die vroeg hoe het was met de casting. En ik ben er eigenlijk wel een beetje uitgegeven. Pittige saus, hè? Zo. Maar we hebben één voorwaarde, Gerrie. Kijk, heel belangrijk dat de acteur die deze commercie gaat doen, dat hij de saus ook echt lekker vindt. Hoe vind jij de saus? Lekker? Hij is lekker, alleen de... ik kreeg er tranen van in je ogen. Ja, hij is wel heel pittig, inderdaad. Maar hij is wel lekker, ja. Hij is lekker. Hij brandt nog steeds in mijn mond. Maar hij is lekker, ja. Dan ga ik naar de volgende stap. Om dat te kunnen laten zien, ja, wie wil ik dat je zo meteen hetzelfde kunstje nogmaals doet. Mm-hmm. Je pakt zo meteen een fles en je neemt een flinke slok. En je laat zien wat het met je doet. Hè? Maar best een beetje, het pikante mogen we best voelen, weet je wel. Wat, ja hoor. Ja, zeg maar. Neem een flinke slok. Gerrie en Jeffrey doen al snel wat Dirk wil. Maar Cynthia twijfelt nog. Nou ja, ik vond dit al eigenlijk al wel heel heftig. Echt een slok of even... Ja? Ja, jongens, wie beroemd wil zijn, die moet pijn lijden, hè? Zo. Ja, dat is pittig. Wow. Je ziet het gewoon hoe pittig het is. Maar nu natuurlijk de vraag en jullie inschatting van mensenkennis als je haar nu ziet. Een lastige vraag. Ze wil carrière maken, ze denkt dit zou mijn doorbraak kunnen worden. Maar dan moet ik dat wel aan mijn mond zetten, dat flesje. Drinkt ze een grote slok uit het flesje, ja of nee? Ga je gang. En vergeet ook niet een aantal punten in te zetten. Ja, ze twijfelt, dus nu aan jou. Maar... Wat zeg jij, Nicolien? Ja, ik denk uiteindelijk dat ze het wel doet, maar dan niet zo'n enorm grote slok. Nee, zo een beetje zo van, kijk, ik doe het wel, maar net niet helemaal. Net dat die lipjes een beetje pijn doen. Voor 6 punten. Ja, dat denk ik. Ik vond haar al een beetje aarzelen. Ik weet niet. Ja. Zij was een beetje de meest ingetogen. Zij hield zich al een beetje in. Ja. Bij dat eerste gedeelte. Ik denk niet dat ze het doet. Ik zag je wel een hele hoop mensen. Oh nee, moet er niet aan denken. Doet ze het en denkt ze alles voor mijn carrière, ja of nee? Echt een slok of... Ja? Nou, echt de saus drinken gaat voor mij wel heel slok, ver. Slokje, hè? Ja, slok, ja, oké. Okay, ja. Ja. Ja, ik wil het proberen. Hebben we deal? Ja. Actie! Woehoe. Vlammende, pikante limbo saus. Voor ieder feestje maakt het pikanter. Ja, ze hebben nog een dag of 3 last gehad ongeveer. Zo. Goed gedaan, Nicolien. Had je goed gezien. Ja, absoluut. Oké, jongens, we gaan door met de volgende test. Die gaat over alcohol. Hoe oud was jij, Nick, toen je alcohol dronk? Ja, 4 op de dijk of zo? Ja, ik was 13. Toen was ik 1,83 meter was ik toen. Ik was dus echt heel groot, heel lang al. Dus ik kwam overal mee weg. Ik kreeg echt, als ik bier ging bestellen, kreeg ik het altijd mee. Want ik zag er echt uit als 17. En in die tijd moest je 16 zijn. Dus toen ik 13 was, was ik elke week op de dijk te vinden. Ja. Ja. Wanneer was je voor het laatst op de dijk? Lekker even water drinken. Gisteravond. Gisteravond? Ja. Ouderwets? Ja.
Dus ik heb er nog steeds een beetje hinder van nu. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben één keer met jullie mee geweest. En we hebben een drankje gedronken. Ik kan dat onmogelijk bij. Ja, maar ik hou dat ook niet bij. Maar ik moet ook zeggen, nu, ik heb gisteren, ik denk, ja, misschien 7, 8 glazen. Dat is voor mij heel wild al. Ja. Dat valt over een hele avond. Dat is ook wel te doen. Maar je was dus 13. Dat was 13. Er zitten avonden bij, inderdaad, die ik me met jou kan herinneren. Dat het even... Oh, jij kan ze nog wel herinneren. Ja. Hier, dat wilde ik zeggen. Nu, hoe oud was jij? Ik was 13 en 1 meter 10. Oh, ja, nee, ik weet begon niet meer. Ja, een beetje experimenteren. Nee, ja, nee, ik was er helemaal niet mee bezig. Nee. En mijn moeder vond het maar goed als ik dat dan toch op een gegeven moment dat punt zou hebben dat het maar beter thuis kon. Dus ik weet nog dat hij met een pakje sigaretten aankwam en wijn. En die zei, nou, doe het nou maar gewoon hier. En toen dacht ik, nee. ik wil dat helemaal niet. Maar dan, ze zei, ja, weet je kan het beter hier proberen. Dan weet ik in ieder geval wat je doet. Dan als je het buiten de deur probeert. Echt reguleren gewoon. Ja, ja, maar ik werd gewoon gedwongen. Een sigaret in je mond. En inhaleren. Dieper. Nee, maar toen uiteindelijk... door de sport ook, ik was er helemaal niet mee bezig. Nee. Dus uiteindelijk heb ik mijn eerste wijntjes leren drinken toen ik een jaar of 25 was of zo. Ik snap het. Nou jongens, het was wel interessant. Is uit onderzoek blijkt dat 47,7% van alle kinderen van 14 jaar al eens een keertje alcohol hebben gedronken. En dat is een veel hoger percentage dan dat ouders denken. En dat bracht ons op het idee voor de volgende test. Dit is de 14-jarige Joost en hij heeft vanavond een feestje. Feesten doe je natuurlijk niet met vis, maar met alcohol. Je mag alleen als minderjarige helemaal geen alcohol kopen. Van de wet niet en van zijn moeder al helemaal niet. Wie helpt deze jongen toch aan een fles vodka? Meneer, zou u misschien kunnen helpen? Waarmee? Ik ben vandaag 14 jaar geworden. Ja. En ik heb vanavond een feestje. Maar ik heb één vraag voor u. Of u voor mij een flesje vodka wil halen? Nee, dat kan ik niet doen. Kijk, jij bent minderjarig. En als ik het voor jou haal en ik word daarmee gesnapt, dan ben ik dubbel de klos. Of u een flesje vodka voor mij wil halen? Nee, sorry. Mijn moeder was alcoholist. En ik heb daar heel veel mee gezien met alcohol. En Jezus zei nog zo precair. Als jij gaat drinken op deze leeftijd, sterven Jezus dan. Mijn moeder is dood. Denk daaraan. Dus zou je voor mij een flesje vodka willen kopen? Ja, geen probleem. Dank je. Alsjeblieft. Dank je. Dank je wel, man. Dank je wel, je maakt me super blij. Hey, anders had ik het nooit gekregen. Dank je wel. Maar wilt u misschien een fles vodka voor mij halen? Hoe oud ben je? Ik ben 14. Mag niet, hè? Maar wat is er mis mee dan? Wat is er mis mee? Je gaat me echt serieus vragen, wat is er mis mee om vodka te gaan drinken terwijl je 14 bent? Ja. Als dat heel normaal is, waarom loop je niet naar binnen en dan ga je het zelf kopen? Maar 1 keer 14. Dat klopt, je bent inderdaad 1 keer 14. Je leeft 1 keer inderdaad. Als je straks een alcoholvergiftiging bent, dan word je geen 15. Omdat je 14 bent. Pardon mevrouw, mag ik iets vragen? Ja. Ik ben vandaag jarig, ik ben 14 geworden. Ja. En ik ga een feestje vieren met mijn vrienden. Alcohol voor je wil kopen? Ja, graag. Ja, nee, sorry, dat ga ik niet doen. Alleen, waarom niet? Ja, omdat ik wil dat niet op mijn geweten hebben. Mevrouw, zou ik u wel mogen vragen? Ja. Ik ben vandaag 14 geworden. Ja. En ik heb vanavond een feestje. Ja. En daarom heb ik een vraag voor u. Zou u voor mij een flesje vodka willen halen? Maar ik krijg geen ruzie. Wat doet deze vrouw? Koopt ze de fles wodka voor deze 14-jarige jongen? Ja of nee? Ja, is ook even goed om je mensenkennis thuis te testen. Oké, jongens, laat me zien. Waar spelen we voor? Ja, jullie zeggen allebei ja. Ja. Ik denk dat ze zoiets zegt van, dan wil ik er wel bij zijn of zo. Weet je, dat ze ook naar het feestje gaat, zoiets. Ja. Als je naar deze dame kijkt, dat gaat natuurlijk ook om een eerste indruk. Hè? Wat zegt jou dan aan haar? Is er iets aan haar lichaamstaal waardoor je denkt, ja... Ja, ik denk schijnbedriegt, weet je. Die komt natuurlijk over als een keurige mevrouw. Dus ik mij bekruipt meteen zo'n gevoel van, ja, die gaat het gewoon doen. Die rijdt zo de winkel in en... Ja, dus ik denk dat zij zo'n leeftijd heeft dat ze de jongeren wat gunt. Weet je, dat ze niet meer nadenkt over de gevolgen of wat dan ook. Ach, die jongen, weet je, van 14. Ja. Ik ben ook jong geweest. Ja, zoiets. Nou, we zijn allemaal razend benieuwd. Komt dat flesje wodka er? Mevrouw, zou ik u wat mogen vragen? Ja? Ik ben vandaag 14 geworden. Ja? En ik heb vanavond een feestje. Ja? En daarom heb ik een vraag voor u. Zou u voor mij een flesje wodka willen halen? Maar ik krijg geen ruzie meer. Nee. Het mag van wel niet. Wodka? Ja, graag. Top, heel erg fijn, mevrouw.
Dank u wel. Heel erg bedankt, mevrouw. Oké. Allebei goed. Maar ze doet het heel netjes. Ja, hoe bedoel je? Ja, ze vraagt eerst, krijg ik dan geen ruzie met je moeder? Dus dat checkt ze keurig. Ze geeft prima dat bonnetje erbij. Alleen ze overtreedt keihard de wet, weet je? Ja, zo is het. Zo is het. Jongens, met z'n tweeën. Die dame daar op dat bankje in het wit. Nicolien, hoe oud is zij? Oh jeetje. Nou, 36. 36 en jij niet? Ja, oh, ik dacht echt een stuk jonger. Ik dacht echt in de 20 nog. Ik dacht 25. Ja, wat wil je 25. Denken? Wat is je leeftijd? 27. Oké, nou dat zegt in is ieder dat geval... Is dat weer veel te hoog? Dankjewel dat je even mee wilde doen. Heel mooi. Eerlijk ook vooral. Maar het zegt ook wat over jullie twee, hè? Want zometeen moet je natuurlijk punten gaan inzetten. En dan weet je dus of jij daar beter in bent dan ja, ik. Jongens, nee, ik zou zeggen, draai je even om. Ja. Waarom moet je lachen? Iets. Nou, als je dat hier al hebt, dan ben ik al benieuwd hoe dat in de massagekamer gaat bij jou. Oké, dit zijn drie heren. Goedenavond. Het is zometeen aan jullie om hun leeftijd in te schatten. Maar ik wil van jullie weten, van jong naar oud. Dus jullie moeten ze zometeen in de juiste volgorde gaan zetten. Oh, oké. Ik wil precies de juiste volgorde weten. Dan alleen verdien je de punten die je hebt ingezet. Van jong naar oud. Ja? Oké. Nou, je kan hier natuurlijk naar allerlei verschillende dingen kijken. Haar, kaal, baard, geen baard. Nou, waar je allemaal naar wil kijken, ik wil het zo meteen allemaal weten. Nicolien, pak je tablet er maar bij. Jij ook, Nick. De juiste volgorde graag. Oké, laten we met Nicolien beginnen. Wat heb je ingetoetst? Ja, CAB. Maar dat komt omdat hij piepjong eruit ziet, voor mijn gevoel. Dan denk ik, ja, dat klopt dan niet, want ja, dat is te makkelijk. Dus jij denkt, C is de jongste? Ja, dat denk ik. Dan meneer A en dan tot slot meneer B. Ja, oké. Ik moet ook wat. Jij? Ik heb gewoon chronologisch ABC. Je denkt dat het zo is? Ja. Zo simpel? Ja. Ja. Nou, A ziet er duidelijk het jongste uit. En ik denk dat B bij B de baard hem een beetje ouder doet lijken dan hij is. Ja, ja. Oké. Dit noteren, hoeveel punten? Ik heb 7 punten. En jij? Ja, 5. 5. Ik ga even naar deze twee mannen toe. Want ik vind het wel even leuk om te vragen aan jullie. Nog niet zeggen hoe oud je bent, maar hoe oud word je geschat? Nou, vaak wel tussen de 35 en de 37. 35 en de 37. En dat baardje waar wij het over hadden, speelt dat nog een rol in jou? Ja, zonder baard schatten ze me 15. Ja. Ja. Ik weet nog niet hoe oud je bent, maar daar heb je dus last van. Ja, zeker. Dus daarom ziet hij er ook. En in wat voor situaties heb je daar? Ja, je hebt het wel in de supermarkt, discotheken. Mijn lengte speelt ook niet echt mee, hè? Dus met maatjes gaan eigenlijk met jongen. Oké. Dank jullie wel voor de eerlijkheid. Nicolien die zegt C is de jongste en Nick die zegt A is de jongste. Ga maar in de juiste volgorde staan. Ze staan dus goed. Wauw. Ja. Heel leuk. Laten jullie echte leeftijd even allemaal zien. 25. Oh, daar zaten we toch wel naast, hè? En 35. Mannen, hartstikke bedankt. Dat is goed, Nick. Heb je goed gedaan. Dat werd je niet ingetrapt. Maar jij bent ook een schaker, hè? Ja, jij denkt over al die dingen. Denk je, zou hier een... Ik denk wel veel te veel na over het algemeen, over dingen, ja. Ja. Maar dat heb je met leeftijd te schatten echt geen zak aan, hoor. Nee, ja? Dat is de eerste keer dat ik het iets goed doe. Goed gedaan. Oké. Hoe zit het met snoep en jouw kinderen? Ik probeer een beetje balans te bewaren. Ze krijgen eigenlijk niet zoveel, eentje per dag. Want ik denk, als je helemaal het gaat verbieden, dan maak je het heel groot. En dan maak je juist dat ze het heel graag willen. Maar, één keer per dag een dropje of zo, dat moet wel kunnen. Ja. Weet je wat nou het bijzondere is? En misschien andere mensen die hier kinderen hebben ook. Als je kinderen roept om gewoon op te ruimen of zo, luisteren ze niet. En als ik dan een keer test van... Damien, Julian, wil er iemand een snoepje? Bam! Ja. Luisteren, staan ze voor je neus. Wat is dat? Ze weten al gewoon heel goed vol wat hoort wat, weet je? Oké, nou, we hebben een hele leuke test gedaan met kinderen en snoep. Want je zou toch zeggen, als het om snoep gaat, dan wil alle kinderen die willen dat pakken. Maar ja, toch is het ene kind het andere kind niet. Het geduld van kinderen wordt op de proef gesteld. Juf Piek heeft marshmallows in de aanbieding. Lukt het de drie meiden en deze drie jongens om lang genoeg te wachten op een tweede marshmallow, zonder de eerste op te eten? Zijn jullie ook nieuwsgierig wat eronder zit? Een spakje. Oké. Maar zullen we afspreken dat ik even wegga? En dan mogen jullie van mij in principe de marshmallow lekker oppeuzelen. Maar als je nog heel even geduld hebt en nog even wacht tot ik weer terugkom, dan krijg je er nog één. En dan heb je er dus twee. Ja? Tot straks. Kom, we gaan eten. Ik ga
gaat niet om, want dan krijg ik er twee. Weet je wat? Ik wil er twee hebben, ik ga gewoon wachten op een spekje. Wacht maar, ik denk. Oké, deze spek heb je net, ik wil zien hoe het eruit ziet. Jongens, we moeten maar, je moet het delen, anders krijg je nu niks. Ik eet het op. Ga maar kijken. Nee, spekje. Oh. Spekje. Tot zo. Tot zo. Ja, opeten. Nee, niet opeten. Niet opeten. Dan krijgen jullie alle twee ook twee spekjes. Gewoon gaan wachten tot stof is. En dat ik gewoon twee krijg. Zo krijg ik twee. Zo krijg ik twee. Ik ga gewoon wachten tot ik twee krijg. Daar is de grote pot. Nog even zo'n likje langs de tong. Oké, wat denken jullie? Halen de jongens de marshmallows uit de grote pot? Ja of nee? En de punten graag. Allebei ja. Ik zag jou echt gelijk 10 en ja. Al all-in. Tuurlijk, die gasten gaan dat doen. Ik zou het doen ook. Ja, zeker. Ja. Nicolien, wat zag jij? Nou, ik dacht eerst nog dat jongetje is zo sterk en die zo bewust dat hij er voor twee wil gaan, dat hij het niet opeet. Maar ja, toen die grote pot, denk ik dat het wel iets interessanter wordt dan twee. Ja. Ja. Ik zou dit thuis ook wel willen gaan filmen. Heb je dat ook niet? Ja. Dat ik je stiekem zo'n opzetje maak en dan gaat kijken wat ze doen. Blijf eraf, alle jongens. Drie door de mand vallen bij mij. Zelfs die van 4 maanden. Die zouden natuurlijk graag... Laten we snel gaan kijken, jongens, deze schattige kinderen. Kids, welke lekker. Ik denk dat ik gewoon ga wachten tot stof is. En dat ik gewoon twee krijg. Zo krijg ik twee. Zo krijg ik twee. Ik ga gewoon wachten tot ik twee krijg. Daar is de grote pot. Kijk, je pakt een spakje, leg hem op je bord en af. Jongens. Vertel eens even, hoe is het hier gegaan? Goed, nou, maar hun hebben de spaakjes opgegeten en toen nieuw gepakt. Maar dit is nog steeds hetzelfde. Heb je die gegeten, Luca? Ja. Oh. En dat had die het stiekem gezet. Oh, Noah, die had dat verzonnen. Kijk eens. Alsjeblieft. Schattig, hè? Allebei goed, jongens. Wij gaan gelijk door naar de volgende test. En dat is wel even leuk om een onderzoekje bij te halen. En misschien even luisteren en gelijk even meedenken. Behoor ik tot die categorie? Want uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde Nederlander in zijn leven 7,3 bedpartners heeft gehad. 7,3, dat bedoel ik niet een soort been erbij, maar natuurlijk een gemiddelde van mens. 0,3 vind ik interessant. Waar denk jij dan gelijk aan? Denk je dan aan een jaargetijde, ooit? Of oh, nee. Qua aantal? Ik ga het hier na de opname van over hebben met je. Ik maak het jullie niet al te moeilijk. Ik vraag het even aan het publiek. Zit iedereen erboven of eronder? Handjes omhoog voor de boven. Ja. Goed, we gaan maar gelijk door naar de straat. Want wij zijn met onze reporter natuurlijk weer op pad gegaan. En hebben deze nietsvermoedende koppels gewoon keihard deze vraag gesteld. We gaan weer op stap met de muur. Spieken is zinloos. De stellen kunnen elkaar niet zien wanneer ze persoonlijke vragen beantwoorden. De eerste vraag is, hoeveel geven jullie met elkaar per maand uit aan boodschappen? Wat heb jij opgeschreven? 40 euro. En jij? 50 euro. Hoe lang staat zij 's ochtends voor de spiegel?
in minuten. Wat had jij? Een kwartiertje. 10 minuten. Hoeveel bedpartners heeft hij gehad voordat jullie elkaar kenden? 3. 26. 26? Je moet jullie het een keer over hebben gehad. Ja. Ja, moest. Ja, was het had zo. Geen keus. De eerste vraag is in euro's. Hoeveel geld geven jullie per maand uit aan boodschappen? 120. Laat maar zien. 350. De volgende vraag is, hoe lang staat zij 's ochtends voor de spiegel in minuten? Ja, zeker 20 minuten. Dat is zo niet waar. 5 minuten. Oh. 20 echt niet. Ik ben super snel. Hoeveel sekspartners heeft hij gehad tot nu toe? Wat had jij? 4. Het is nu aan jullie, en ik ben heel erg benieuwd dat jullie hebben ingevuld, of het aantal dat op zijn bordje staat hoger is of lager. Wat denken jullie? Laat maar zien. Ik denk in het echte eigenlijk dat het hoger is, maar dat hij lager in gaat vullen. Ja? Ja. Maar wat heb je gezegd? Je hebt toch hoger gezegd. Ja, dat klopt, maar ja. Je kan niet meer terug. Laten. En jij denkt ook hoger. Wat, ja. wat zie jij in deze jongen? Je zag een hoop ellende in ieder geval. Ja, maar ze zaten bij die eerste twee vragen ook niet echt op één lijn. Weet je? Dus ik heb de indruk dat ze nog maar net bij elkaar zijn. Dat het nog niet echt besproken is. Hij keek een beetje zuur bij die vraag. Het is ook natuurlijk een rotvraag te stellen. Zeg dat. Ja. Maar ja, hij geeft wel antwoord. Is het cijfer op het bordje hoger of lager? Wat had jij? 4. En wat had jij? 12. Hoeveel? 12. 12. Het gaat om jou en niet om mij. Ja, mee, hè. Wat is dat nou? Jeetje. Oké, jullie dachten dat je er vanaf waren, maar dan ook gewoon even een soort redelijk open vraag. Zitten jullie op het landelijk gemiddelde of... Nee. Jij niet? Nee? Nee. Hoger, lager? Nee. Kijk, niemand. Daar zit je in. Ik zit 100 in op hoger. Oh, nette meid. Ja, bij Nico, ik moet jou niet eens te vragen. Volgende ronde. Ik zit bij jou te denken om 0. Nee, ik zou het niet vragen. Oké, jongens, we gaan lekker verder. We hebben ook een beetje een ongemakkelijk. Hebben jullie wel eens gelogen voor een vriend? Ja, maar echt heel slecht. Ik kan heel slecht liegen. Ik heb één keer, toen liep ik dus met een vriend naar huis. En hij moest eerder thuis zijn dan ik. Waren we uitgegaan. En hij woonde bij mij in de buurt. En zijn vader stond hem echt woest op te wachten beneden. En die helemaal schreeuwend... Niet meer te laat. En ik zeg, er stond een zwaan op de weg. Ja. Dat was het enige wat ik kon bedenken. Ja, en toen? Dus ja. Je kon er niet omheen lopen? Super slecht. Nee. We waren ook lopend, weet je. Ja, dat kan ik dus gewoon niet. Nee, niet doen. Nee. Ik kan beter eerlijk zijn. Nou, het zomaar liegen voor een ander. Zijn mensen bereid dit te doen? Als het om vreemdgaand gaat. Makelaar Pascal is stapelverliefd op zijn vriendinnetje Farida. Klein probleempje is alleen, Pascal is getrouwd met de argwanende Neeltje. Die hem ook nog eens belt. Tja, hoe gaat Pascal dit oplossen? Oftewel, wie gaat er liegen voor de liefde van een ander? Ik weet echt niet waar we zijn. Meneer, kun je even helpen? Want we zijn even helemaal de weg kwijt. Helemaal de weg kwijt. Welke straat zoek je? We naar het Centraal Station. Centraal Station. Auto of lopen? Lopen. Ja. Die straat? Ja. Alsmaar rechtdoor. Ja. Oh, ik word gedacht. Ja. Alsmaar rechtdoor. Waar deze mooie man staat, ja. Die kant op. Hem achteraan. Alsmaar rechtdoor. Ja. Bent u verliefd, meneer? Ik? Ja. Ja, hoezo? Oh, fijn. En jij ook? Fijn gevoel, ja. Jij ook? Ik ben heel verliefd. Wil je bewijs hebben? Oké, er loopt er nu één. Oké. Sorry, mag ik even storen? Ja. Ik heb iemand aan de telefoon en ik heb gezegd dat ik met een collega hier ben. Ja. En ik ben met Farida hier. Dus kun je gewoon zeggen dat u Karel bent? En dan zegt u gewoon van, ja, ik ben hier met Pascal. En dat is wel mijn vrouw. Hallo. Met wie spreek ik? Met Karel. Ben jij een collega van Pascal? Nee, ik ben de makelaar. En
gewoon, hij is gewoon mijn makelaar. Dus hij is niet met die Farida? Met wie? Want dan word ik heel erg boos. Vertrouw jij hem niet, mevrouw? Nee, maar Pascal is dus niet bij die Farida. Niet met fucking Farida. Wat Farida? Ik ken Farida niet. Oké, okay. Bedankt voor de eerlijkheid, hoor. Geen probleem, en dan moet je niet zo... moet je een beetje vertragen. Bedankt, dag meneer, dag. Laat haar niet te veel WhatsApp. Waar ben je? En hij gaat zien. Ja. Hij komt achter je en zij gaat hem controleren. Nee, maar heb jij een vriendje? Ja. Oh, verliefd? Ja, best wel. Nog, gaan jullie dan lang samen? Bijna een jaar. En die kriebels heb je nog steeds? Ja? Was ze zo bang dat het weggaat of zo? Ja, dat is, daar was ik een beetje bang voor, maar... Gelukkig niet. Mag jullie even storen? Ik heb namelijk iemand aan de lijn en ik heb gezegd dat ik namelijk aan het werk ben. Ja. En met Petra, met mijn collega. Maar dat ben ik dus niet, want ik ben met Farida hier. En je zou me echt enorm helpen als jij zou zeggen dat jij Petra bent. Samen met mevrouw. Nee, sorry, daar ga ik even mee werken. Daar moet je echt even een boom voor doen. Dat vind ik echt heel erg. Je moet gewoon eerlijk zijn. Even kijken. Kijk nou, mooie vent heb ik, hè? Ja, leuke vent. Leuke vent, hè? Helemaal in de wolken. Hier, Gijsberg van Amstelstraat. Oh, sorry dat ik jullie onderbreek. Sorry, mevrouw. Ik heb een klein probleem. Kunt u mij helpen? Ik heb gezegd namelijk dat ik vandaag met Petra hier ben. En kunt u zeggen dat u Petra bent? En dan helpt u mij enorm. Ja? Ja? Wilt u dat alsjeblieft zeggen? Uh-huh. Ja. En dan, het is wel mijn vrouw die aan die lijn heeft. Ah, nee. Jawel, alsjeblieft. Ja, jullie voelen hem al aankomen. Liegt deze mevrouw voor de vreemdganger, ja of nee? Ik zie jou elke keer zo heel resoluut, bam, 10. Tallie. Nee, ja. In dit geval. Ja. Dat doet ze niet. Nee, dat gaat ze niet doen. Ik zag echt toen op een moment, ik zag in die blik iets veranderen. Van het is mijn vrouw. Ik dacht, misschien heeft deze vrouw het zelf ook een paar keer meegemaakt in haar leven. Die heeft best al wel wat levenservaring. En die gaat het gewoon keihard niet doen. Nee, dat zag jij ook. Ja, dat was mijn eerste gevoel. Maar later denk ik dat ze misschien zegt, ah nee. En dan uiteindelijk wel opneemt. Ja, ik weet het niet. Ik twijfel bij deze dame heel erg. Maar toch kies je voor nee. Ja, ik moet toch een keuze maken. Ja, het is natuurlijk nogal een vraag die je krijgt. Ja. Hè? En dan heb je die telefoon in je hand. En wat doe je dan? Hier, Gijsberg van Amstelstraat. Oh, sorry dat ik jullie onderbreek. Sorry, mevrouw. Ik heb een klein probleem. Kunt u mij helpen? Ik heb gezegd namelijk dat ik vandaag met Petra hier ben. En kunt u zeggen dat u Petra bent? En dan helpt u mij enorm. Ja? Ja? Wilt u dat alsjeblieft zeggen? Uh-huh. Ja. En dan, het is wel mijn vrouw die aan die lijn heeft. Ah, ja? Nee. Jawel. Alsjeblieft. Hallo, Petra? Spreek met Petra? Ja? Ja, oh, Petra, hey, je bent toch de collega van Pascal? Ja. Ik ben blij dat je aan de telefoon hebt. Kun je in alle eerlijkheid zeggen of Pascal niet vreemd gaat? Nou, volgens mij niet, hoor. Nee, is hij niet met een andere vrouw? Nee. Dus ik hoef me geen zorgen te maken, Petra? Zou ik me niet doen. Oh, Petra, weet je, jij maakt echt mijn dag goed. Oh, goed zo. Nou, tot ziens. Oh, dankjewel. Ja hoor. Dankjewel. Succes. Yes. Succes. Allebei hartstikke fout. Oei. Had je niet zien aankomen deze? De punten eraf. Okay. Je twijfelde dus. Ja. Uit je mensenkennis zei dus eigenlijk dat je ja had moeten kiezen. Intuïtie. Laten we eens even kijken naar de tussenstand, jongens. Jullie maken het heel erg spannend aan het eind. Nicolien heeft 39 punten, maar Nick gaat aan kop met 41. Yes. Oké, jongens, wij gaan naar de laatste test. Draai maar om. Hey, dat ziet er goed uit, hè? Hey, ja. Jongens, ik moet even officieel zeggen. Hoes! Hoes! Wat wij nu gaan doen. Eén van deze drie mensen is in staat om zometeen deze 10 gasbetonblokken... wam, zo in één keer te breken. En twee kunnen dat natuurlijk niet. Waar kijk je naar om uiteindelijk deze beslissing te nemen? Ga je gang. Oh. Het is wel mooi om even uit te leggen hoe zij dit doet. Oh ja. Ze doet eerst B, dan doet ze A, C, C, B, B. Oké, waar heb jij voor gespeeld? Jij denkt... Nee, ik heb wel de dame. Ja, dat jij denkt gewoon, dat de dame dat ik gewoon stoer vind. B. Ja. Hoeveel punten?
9, maar. 9. Ja. Jij? Nou, dat is echt, ik heb ook dus B en dan 9 punten. Dat is echt bizar. Oh, dat is lekker. Ja. Nou, oké. Okay. Laten we gaan kijken. Ja, ik denk, als ik haar houding bekijk, dan denk ik, die leg je zo echt, die vouw je zo op. Die leg je in de knoop. Zo staat ze er ook bij. Ja. En waarom dacht jij gelijk? Nou, heel eerlijk, als ik echt alleen maar op uitstraling zou moeten kijken, zou ik A kiezen, omdat hij er wel als een vechtman bij staat. Echt in de goede, een beetje gespannen armen. Maar daar heeft hij ook op gestudeerd misschien. Dus, Nee, zij staat er relatief nonchalant bij, maar ook wel echt wel stevig met wijdbeens. Dus ik denk wel, meneer C. Gedraagt zich misschien expres een beetje nonchie, zo van, ik kan het toch niet, maar hij doet het straks wel. Ja, ik weet het niet. Ik vind het heel Maar je spelen in ieder geval voor B. Ja, omdat ik het gewoon wel cool zou vinden als het kan. Ja. Ja. Oké, okay, zullen we gaan kijken? Ja. Zijn we benieuwd? Wat denken we hier, meneer? Roepen even wat. Wie denkt B? B? Oké. Okay. Ik hoor C. B of C. Oké, jongens, zet even de bril op voor de veiligheid. Mm-hmm. Want we willen natuurlijk nu gaan zien of dit gaat lukken. Ready? Ready. Meneer A, zou u zo vriendelijk willen zijn om deze 10 betonblokken door te slaan? Is het meneer A? Nee. Meneer A is het niet. Oké, okay, jullie denken nu dat het dus mevrouw B is. We gaan het zien. Gaat uw gang. Zo. Wow. Nee. Nee, ook niet, hè? Toen ik er zo schoppen. Goed gedaan, hoor. Goed gedaan. Oké, jongens, en dan nu. We zijn hier getuige van een waanzinnig experiment. Geef hem een groot applaus. Daar komt hij aan. Joop. Joop, ik zeg handje mee. Yes! Ongelooflijk. Alles oké? Okay? Alles oké? Okay? Wow. Is dat knap of niet? Ja, deze man heeft ook het wereldrecord dat hij binnen 1,5 minuut de meeste betonblokken ooit kan doorslaan. Maar dat zal u verder niet boeien. Ik bedank jou. En jou geef ik de bokaal. Dankjewel dat je er was. Dit was Mensenkennis. Het ging mooi spannend op, jongens. Een geweldig einde. Ik hoop u gewoon weer volgende week te zien. Tot dan! Volgende week in Mensenkennis. Wat doe je als iemand aan je ijsje likt? Lekker, hè, zo'n ijsje. Zeker. Ah. Is onze reporter weer op pad met fake news? Willem-Alexander Junior. Ik begrijp het even niet. En testen we de jaloezie van deze vrouw. Oké. Okay. Lekker.